Waar kan ik bij samen met mijn chef Dina? Je kan zien dat ik al klaar aan die gaan. Het is baie koud, ik kon niet meer wachten. Zo, wat het al klaar gedaan? Wacht, wat voor je sê, wat gaan ons maken? Ons gaan een beef barley sop maken. Of vleisie groot sop. So, winter, het is koud, so iets gierig, een beetje proteïne in. Zo, so, wat ik al klaar gedaan, je kan zien aan die kant, een paar stukjes vleis. In diezelfde pot, I just brown them a little bit in olive oil, salt and pepper, just to get that nice flavor profile. Done. Al klaar in diezelfde pan. Uien en knoffel, wat ik nou bezig om te kook. Dan saam met dit wil ik nou gauw inzet. Een beetje cayenne pepper. So that's just good for the prostate. Baie hier, it's going to give you a little bit of heat. There we go. There we go. Dan saam met dit van ons grot. So halve koppie, niet te veel nie. Sampioene. Oeps, there goes one. Dan oregano en loriblare. Ek gaan nou insit. En mix this in nicely. What's going to happen now is die sambione gaan net stadig begin kook. I'm going to start reducing. So don't worry as jy hulle bietjie te groot sny. Dan twee blikkies tomatie, gekapte tomatie wat ek gedoen het, I separated it. So die sap een kant en die tomatie is die ander kant. En ek put dit in. So net so paar minute, I just want to get the mushrooms to soften a bit. Medium hitte. Ja. Je kan zien dat ik het niet baie groot ingesit nie, want dit is een sop, so dit is baie belangrijk om te onthou, we're not making a side. Dan aan hierdie kant, bietjie vleis aftreksel wat ek gehou het, sout en peper wat ek ons ook nou insit. Just gonna stir that. Can tell that cayenne pepper just hit you a bit. Dan terwijl hier is bezig om te kook, net julle ook weet, julle kan my volg op my webblad, is www.theshefdino.co.za. Twitter, Facebook, Instagram, TheChefDino. Gewoonlik na die show, julle weet, as 'n prentjie van die kossies op Instagram, later op Facebook is die resep, ook op my webblad, en julle kan vir my ook 'n e-bos teen my webblad stuur, as julle wil. So, daar sê. Vanuit ons net 'n bietjie in die tomatie ook insit. Because now you start balancing, you start seeing how much you need. So it's just, you feel here you will not inbow. Ah, there we go. Nice. And letterlijk, van hier af wat gaan gebeur, vlees aftreksel, medium hitte, vergeet het, for about half an hour, carry on with life, thinking about what you want to do. So I'll say, lekker. Ek dink te veel. Ik ben bezig met hierdie is. Ons gaan ons vleisies ook snij. So, lekker ding met hierdie. So, paar stukjes vlees wat oorgeblij het. Just cut them into slice slivers. Met hierdie recept, I mean, jy kan besluit, you know, wat jy wil insit. Dis jou keuse. I mean, you can make this with oxtail, you can make it with enigiets, shank, shin, whatever you want, you know. Ek sla hier is een bietjie groot, because I like these nice long strips that I want to put in. I'll say, nice and easy. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. I'll say, dis nou klaar. So van hier af, letterlijk, all that's going to happen now. Aftreksel. Put this in nicely. I'll say. There we go, nice and beautiful. And then, I'm gonna stick his vleis. You can decide you want to do this. 2, 3. Go.
go, laatste pastekies. Nou, als je wil meer geur inbou, so is een paar dingetjes wat je kan bietjie anders te doen. Voor je tomaties insit, a little bit of tomato paste, gooi dit in. Just let that flavor add, it's going to give you that beautiful richness. Vandaar of ik er ook eens een beetje wijn in zit. So again, just elevating the flavor profile. So this is a paar extra dingetjes wat je kan doen. And that goes beautifully als je met oxtail of beef shank wil werken. So you can see now, just going to bring this to the simmer. En gaan van hier af vergeet. En gaan beetje later, gaan net een beetje proe, because it is going to reduce and intensify. Salt, pepper, adjust. Dan sê, gereed om te eet. So, terwijl jullie bezig is, gaan jullie terug naar die spanbus hier en zullen in die einde voor die laatste stukje. Dank je.